Goedemiddag allemaal. Ik zou even willen vandaag beginnen met een nieuw projectje waar we ons mee gaan bezighouden. Namelijk de restauratie van een open scheermes. We gaan proberen ik heb er eigenlijk twee. Momenteel die rijp zijn voor restauratie, was ik al een tijdje naar op zoek trouwens. Maar ik heb gisteren op de paasrommelmarkt hier in de buurt, heb ik weer twee mooie oude scheermessen opgeraapt. En het waren, zoals ik zeg, ik was al eerder op zoek naar een paar rijpe kandidaten of er inderdaad is een restauratieprojectje te doen. Om ook eens te tonen van kijk, hoe doe je dat nu eigenlijk het best? En wat zijn de materialen die je kan gebruiken om inderdaad zo'n mes te gaan restaureren? Dus degene die ik heb opgepikt, dat was deze 5/8. En dit is zelfs een nieuwe voor mij, 4/8 mes, een Sheffield trouwens, Engels gemaakt, geen Wade & Butcher of het staat er toch niet op als het zo zal zijn. Maar dat zijn twee messen die ik gisteren heb, zoals ik zeg, opgeraapt. Oude messen, gebruikte messen, maar op zich ze zijn nog in redelijk goede staat. Dus zoals ik al in een eerdere video heb gezegd, het lemmet is nog recht, het heft is in goede staat. Er zit ook geen overtollig roest. Een paar kleine roestplekjes op, dat wel, maar er zit geen overmatig roest of het staal zelf is nog echt in goede staat, maar zoals je zelf gaat zien als je iets dichterbij gaat kijken, ga je zien op het staal dat zeker de achterkant, maar ook de voorkant op het heft enzovoorts, hij zit vol met grijze waterplekjes, het metaal is grijs en dof geworden, is niet meer mooi. Ook deze heeft een aantal heel kleine roestplekjes, niks wat verder is dan oppervlakkig, maar toch, ze zijn niet echt meer in een mooie staat. Zoals ik al zei, eentje, dat wordt er eentje voor mijn eigen collectie, de andere wordt er eentje die ik wil weggeven aan iemand. Maar ze zijn niet meer in een mooie staat, ze zijn eerder wat afgeleefd, het metaal is dof geworden, grauw, zit vol waterplekjes. Dus ze zijn echt wel rijp om te gaan opkuisen, zoals ze in het Vlaams zeggen, of inderdaad restaureren tot opnieuw staat. Je kan inderdaad met de nodige middelen, niks duurs. Wat we gaan gebruiken zijn hoofdzakelijk verschillende grits van schuurpapier. Gaande van, ik denk 100 of 150 grit is wat de grofste die ik kan gebruiken. Grover, echt heel grof schuurpapier zou ik zeker niet adviseren om dit mee te gaan doen. Je gaat een beetje een te grove krassen krijgen in, in het oppervlak, die dan weer veel werk moeten, of waar je inderdaad veel werk gaat aan hebben om ze weg te krijgen, als je ze nog wegkrijgt. Want weerom, je bent met een vrij dun metalen voorwerp bezig. Het is vrij dun op het einde, dus je bent beter van 100 tot 150 grit, dat is ongeveer een gemiddelde sterkte, tot inderdaad, ik denk 400 of 500 grit dat we gaan met onze schuurpapiertjes. En uiteindelijk een beetje staalwol en een polijstmiddel gaan we proberen van deze te herstellen. En zoals ik zeg, in plaats waar ze nu doofgrauw en afgeleefd zijn, gaan we proberen van er een mooi nieuw mes van te maken. Of toch tenminste, we gaan er eentje van maken dat eigenlijk nieuw staat heeft. Dus weerom, dit wordt ons projectje voor de komende dagen. We gaan er een paar stukjes aan toevoegen en daarna de video plaatsen. We gaan dus beginnen met het eerste deel van de praktijk van het opschonen van ons mes. We gaan inderdaad beginnen met ons schuurpapier. In dit geval heb ik 150 grit droog schuurpapier. En daar gaan we eigenlijk mee beginnen met dit mes schoon te maken. Nu, eerst en vooral, moeilijk is dit niet. Maar het eerste wat ik zou zeggen, als je inderdaad met je schuurpapier gaat werken, geen zware druk zetten. Weerom een beetje hetzelfde als met het slijpen en het handelen algemeen, maar gewoon met een heel zachte druk kunnen we eigenlijk op een vrij simpele manier gewoon horizontaal beginnen met het oppervlak schoon te maken. En ik begin al zelfs nu beetje bij beetje te zien dat het grijs gaat. Het grijs is aan het verdwijnen en we krijgen meer en meer het mooie, propere metaal te zien.
Nu, de logica, ik ga je niet moeten uitleggen, hoop ik, hoe dat je een schuurpapiertje moet gebruiken. Een goede tip die ik wel van mezelf heb ondervonden, dat is van, zeker als je hiermee werkt, om zoveel mogelijk je krasjes te vermijden. Wat je kan doen is proberen van een aantal keer gewoon horizontaal en daarna gewoon veranderen van richting naar verticaal. Zodanig ga je dus tegen eigen de krasjes die je zelf hebt veroorzaakt, ga je daar tegenin werken. En ga je eigenlijk minder diepe krassen veroorzaken in het metaal. Dus ik ga hem even iets dichter bij de camera houden. Er is inderdaad nog wel wat werk aan, maar we waren begonnen met grijs en grauw. Er begint al wat mooie, blinkende, zilverachtige materie naar boven te komen. Dus dat is al iets. Nu, de logica sowieso bij het schuren is altijd, je gaat van grof naar fijn. Dus we zijn nu begonnen met een 150 grit. We gaan straks naar een 200 grit papiertje als we volledig klaar zijn. En uiteindelijk gaan we het afwerken met een 400 grit. En eventueel zelfs kunnen we nog gaan iets fijner afwerken, moest het nodig zijn, met een staalwol. Staalwol is ook een mogelijkheid om dit schoon te maken. Dus dat zijn zo wat de mogelijkheden die je kan hebben. Dus, maar altijd opbouwen in fijnheid. Dus gaan van grof naar fijn. Zodanig dat je inderdaad de krasjes van het vorige grove werk, alhoewel het valt bij deze nog mee, maar dat je de krasjes van het grove werk gaat wegwerken. En zou ik zeggen, een handige tip is altijd van, je begint horizontaal en na x keer horizontaal gaan we gewoon in verticale richting terug. En zodanig krijgen we geen diepzittende krasjes en hebben daarna ook veel minder werk om, om de diepzittende krassen weg te gaan werken met de fijnere papiertjes. Dat is wat de basis van ja, hoe het werkt. En het is gewoonweg voldoende tijd, moeite en voldoende blijven schuren om het mes schoon te krijgen. Daarna gaan we naar de volgende stap, dat is gaan polijsten met een poetsmiddel of schoonmaken, of polijstmiddel, sorry. Ik wil ondertussen al even, we zijn nu al een half uurtjes bezig met ons project. En we hebben eigenlijk zo wat de eerste passage, namelijk het grove schuren, er zo goed als op zitten. En zoals je ziet, is alvast een hele verbetering met hoe het scheermes in het begin was. Er is nog een beetje werk aan de fijne kantjes, maar we hebben al terug glanzend metaal. En we zijn bijna klaar. Het is nog een beetje werken voor in de hoekjes en de kantjes om hem schoon te krijgen. Waarschijnlijk met een tandenstokertje of iets anders op een papiertje. Met een schuurpapiertje erom zal het wel beter gaan. Maar zoals je ziet, zitten we alvast op schoon metaal terug. Het is niet meer dof, levensloos. Het wordt nu enkel nog een beetje oppoetsen met fijnere schuurpapiertjes. Polijsten en zien waar we uiteindelijk uitkomen. Goedemiddag allemaal, nogmaals. Nu, ik wil nog even een laatste status-update geven over ons restauratieprojectje. Ben ik eraan begonnen van inderdaad schoonmaken. Zoals ik had gezegd, ben ik begonnen met ongeveer zo'n 150 grit schuurpapier. Uiteindelijk hoger tot 400 grit gegaan. Op dat moment was ik nog niet echt 100% tevreden over de kwaliteit van, of toch tenminste hoe het staal eruit zag, nog te veel krasjes. Ben ik even ook gaan nahoren op, bij een aantal mensen op fora. Ze me aanraden van toch nog wel iets fijner te gaan. Dus vandaag ben ik even naar de... Ja, ik heb het geluk dat ik niet ver van mijn deuren nog een ouderwetse ijzerhandel heb. En ben ik even nog een paar extra schuurpapiertjes gaan halen van 800.000 tot 1200 grit. Was het allerfijnste wat ik heb gevonden. En allee, uiteindelijk moet ik wel zeggen, na 3-4 uurtjes werk, dat ik toch wel min of meer tevreden ben van het resultaat. Dus als je ziet, het scheermes is weer schoon. Het glanst weer. Ook niet enorm glans, maar er zit weer glans op, dus het is weer mooi, proper. Moest ik echt willen, of moest ik nu middelen hebben, zoals inderdaad een polijstwiel, zou ik het nog verder kunnen gaan polijsten, omdat het echt spiegel, terugspiegelkwaliteit wordt qua staal, maar ik denk tot wat ik eigenlijk wou bereiken dat ik dat momenteel heb bereikt. Dus er zitten nog wat een paar merkjes op van echt diepzittende putjes, die zijn inderdaad gemaakt door waterschade. Dat krijg je er niet zozeer uit zonder een
echt ja, professioneel polijst doen. Maar zoals je ziet, het metaal is weer schoon. Het scheermes glanst weer. En het heeft weer een nieuw leven gekregen. En dat was eigenlijk wat de bedoeling die ik wou bereiken. Uiteindelijk, zoals ik zeg, wat ik heb moeten doen is lopen tot een schuurpapier van ongeveer zo'n 1200 grit. Dat is wat het fijnste wat ik zelf heb kunnen vinden. Andere mensen zeiden wel dat je zelfs tot 3000 grit zou kunnen vinden bij sommige speciaal zaken voor automateriaal, maar daar ben ik zelf helaas niet aan geraakt. Maar ik, naar mijn mening ben ik eigenlijk tevreden met het huidige resultaat. Maar wat ik nog even gewoon wou meegeven was ook, ja, die zwaardere schuurpapiertjes, tenminste bij de lokale of de standaard doe-het-zelfzak, ga je die niet altijd vinden, maar zoals ik zeg, als je een gespecialiseerde ijzerhandel, ijzerwarenzaak hebt, nog zo'n ouderwetse, waar je inderdaad nog het geluk hebt, zoals hier, dat ik ze nog per velletje kan kopen, is dat ook qua investering niet duur van een paar extra velletjes schuurpapier en een beetje werk. Dus in totaal, om tot deze staat te geraken, heb ik er ongeveer zo'n 3,5-4 uurtjes ingestoken om het mes zo te krijgen. En nu is het eigenlijk naar mijn zin klaar om nu nog even onder de slijpsteen. En daarna kunnen we eigenlijk zeggen van ja, het mes is klaar. Het mes is gewoonweg gebruiksklaar. Het mes in dit geval zou worden cadeau gegeven aan iemand. Maar ik moet hem nog even slijpen. Ik denk in dit geval, omdat ik er ook met het schuurpapier heb opgezeten, vermoed ik dat ik eerst even voor de eerste keer de grove kant van de cuticule ga gebruiken. Zoals ik ook in de uitleg over de cuticule had uitgelegd. Daarna naar de fijne kant gaan. En in principe is hij dan gewoon perfect gebruiksklaar. Dus zoals je ziet, een beetje moeite, 3 tot 4 uurtjes inspanning. En uiteindelijk ja, kan je van iets wat mij 4 euro heeft gekost, dat is de prijs wat ik het scheermes heb betaald, wat mij 4 euro heeft gekost, kan ik eigenlijk een zo goed als nieuw scheermes weer maken. Of toch iets wat zo goed als nieuw staat heeft. Dus, het is wel eens de moeite waard en zeker voor jezelf. Allee, het heeft natuurlijk weer meer aantrekkingskracht dat het iets is wat je van een oud, versleten, dofgrauw iets uiteindelijk weer een mooi nieuw scheermes hebt gemaakt. Dat geeft natuurlijk des te meer weer liefdeverhouding met het scheermes waar je mee bezig bent. Dus, maar zoals ik zeg, we zijn betrokken van 100 over naar 200, 400. Uiteindelijk ben ik naar 800.000 en 1200 grit gelopen. En zoals ik zeg, moest je fijnere polijstmiddelen hebben, zou je nog naar een spiegeleffect kunnen gaan of inderdaad moest je een polijstwiel hebben, kan je inderdaad nog net iets fijner gaan werken. Die mogelijkheden heb ik niet. Dus ik heb er nu wel even een beetje biologische metaalpoets opgezet. En dat is het zowat. En zoals ik zeg, nu gaat hij klaar voor te slijpen. En is ons projectje uiteindelijk weer gedaan, hebben we ons scheermes gerestaureerd.